Hoi. Zo, ik ga even neerzetten hoor. Ja, dit is even een hele aparte video, want dit is mijn bevallingsvlog. En ik ben nog niet eens bevallen, ik ben nog steeds pregnant as fuck. En 41 weken, still going strong. Nou ja, ik ben eigenlijk op. Heel kort gezegd, ik ben gewoon moe. Ik ben lichamelijk er gewoon echt zo klaar mee. Lilo wil er ook bij, hè? Ja, Lilo wil ook bij de vlog. Ja, krijg jij zo meteen binnenkort een babybroertje erbij? Hey, krijg jij een babybroertje erbij? Ja, dus ik kom net van het ziekenhuis af omdat ik weinig leven had vandaag weer. Ik heb gewoon gezegd dat ik er echt klaar mee was. Ik kan bijna niet meer lopen. Mijn bekken doen pijn. Ik ben gewoon te dik aan het worden voor mijn voeten. Heel dom gezegd. Ik hou heel veel vocht vast. Ik weeg momenteel iets over de 90 kilo. Wat best wel heftig is. Want ik begon bij 67 kilo. Ik was dit. En nou ben ik best wel een stevig persoon. Wat vooral heel veel vocht is. Echt heel veel vocht. En dat merk je met liggen. Je merkt het met lopen. En alles doet me gewoon superveel zeer. En mijn lichaam is er ook gewoon echt helemaal klaar mee. Dus ik had dit aangegeven in het ziekenhuis ook. Want ik kwam in een rolstoel aan. En ze vroeg al van waarom zit je in een rolstoel? Ik zeg nou lopen gaat gewoon zo moeilijk. En ja, ik ben echt aan het aftakelen. Dus toen zei ze al gelijk tegen mij van ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik zou eigenlijk morgen, dus dat is woensdag, de 21ste, zou ik eigenlijk een afspraak hebben bij de gynaecoloog. Dat dit een serotoniteitscontrole. Dat doen ze altijd als je de 41 weken bent gepasseerd. Dan gaan ze altijd eventjes kijken van, joh, doet je placenta het nog goed? Hoe doet het kindje het? Ga je aan de CTG? Dat is een hartfilmpje. Gaan ze je vruchtwater checken via de echo? Gaan ze alles even kijken? Nou, als die serotoniteitscontrole goed is, dan mag je tot 42 weken doorlopen. Als daar dus uitkomt dat dat dus niet kan, dan word je sowieso ingeleid. En je krijgt dan sowieso de keuze. Nou, wil je tot 42 weken doorlopen of wil je ingeleid worden? Maar dat had ik eigenlijk morgen pas. En dan als ik zou kiezen voor een inleiding, dan zou ik pas na morgen een datum krijgen. Nou, heb ik vandaag te horen gekregen dat ik morgen al word ingeleid om 7 uur 's morgens. Nou ja, ik moet om 7 uur 's morgens moet ik daar zijn. En om 8 uur worden mijn vliezen gebroken. Dus dan gaan ze mijn kind halen. En als ik nu al over praat, ik moet zo hard janken. Ik was zo geëmotioneerd. En niet alleen omdat ik dan denk van, oh mijn god, het gaat echt gebeuren. Maar ook omdat ik gewoon zo op ben. En dat ik gewoon echt geen vooruitzicht meer had. En ik had ook echt niet meer echt de hoop dat hij uit zichzelf zou komen. Kijk, het inleiden gaat zo buiten om mijn bevallingsplan heen. Want ik had echt voor ogen dat ik een hele fijne, relaxte thuisbevalling zou hebben. Lekker in mijn eigen bed, mijn eigen douche. Dat ik gewoon lekker in mijn eigen omgeving zou zijn. En dat is nou totaal dus niet het geval. Wat helemaal niet uitmaakt. Want ik heb het ook echt los kunnen laten. Dat is ook wel echt fijn. Want ik ben nou echt ook op zo'n punt dat het me allemaal geen zak uitmaakt. En het enige wat ik wil is mijn zoon. En dat ik me gewoon zelf ook gewoon weer fijn voel, gezond, fit. En dat heb ik nu dus echt totaal niet. Dus ja, er kwam ook een hele ontlading uit toen zij terugkwam. Ze kwam echt na 5 minuten kwam ze alweer terug om te zeggen van, we gaan je morgen inleiden. Het is genoeg geweest. En dat was zo fijn. Ik voelde me zo gehoord. Ik was echt. Ja, ik was er zo blij mee. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus morgen, 21 februari 2024, word ik ingeleid. Om 8 uur 's morgens worden mijn vliezen gebroken, dat heb ik al gezegd. En nou ja, de kans zit erin dat hij dus op de 21ste geboren wordt. Als je pech hebt en het duurt allemaal wat langer, dan wordt het dus de 22ste. 22ste zou ik ook niet erg vinden, want het is ook een leuke datum. 22-2-2024. Het is allemaal een leuke datum, want het is 2-2-2-2, allemaal tweetjes. Superleuk. Dus ja, ik dacht, ik ga eventjes nog een video opnemen van tevoren.
En ik dacht, ik ga jullie ook gelijk eventjes laten zien wat ik allemaal in mijn vluchtkoffer heb. Want die had ik natuurlijk al wel klaarstaan. Nou heb ik snel eventjes bij de winkel nog blikjes cola gehaald. Blikjes iced tea green voor mij. Wat snoepies, wat chippies. Omdat ik nou wel echt in mijn hoofd heb van ja, we gaan naar het ziekenhuis. En bij het ziekenhuis heb je geen frisdrank en geen snoepjes. Dat krijg je er allemaal niet bij. Dus ik dacht van, nou, dan heb ik in ieder geval frisdrank in mijn tas. Ik heb echt een heerlijk huispak gehaald bij de Zeeman. Deze is nu nog een beetje te strak voor de buik. Waardoor de buik onderuit de trui komt. Het is echt heel leuk. Leuke broek met een leuke trui. Dus ik wil deze graag in de vluchtkoffer doen voor als ik bevallen ben. Dan kan ik dit aan en daar kan ik ook echt niet op wachten. Klinkt zo super stom, maar oké. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal in... Wat ik al in mijn vluchtkoffer heb zitten. Oh, yes. Ik heb ook echt een koffer. Oh. Nou, zo ziet de vluchtkoffer eruit van de binnenkant. Het gehalen is het kraamverband. Ga ik er even uithalen. En de luiers. Want die hebben ze in het ziekenhuis. En in mijn hoofd dacht ik van... Die kan ik wel meenemen. Maar ik zit nu zo van... Ja, dat hoeft niet. Dus die ga ik er sowieso even uithalen. Zo. Wat heb ik voor mezelf? Nou, ik heb natuurlijk dat heerlijke huispakje wat ik dus nou erin ga doen zo dadelijk. Ik had eigenlijk eerst een ander pak voor, laat maar zeggen, na de bevalling. Maar die haal ik er dus nu uit. Want ik heb deze gekocht. Nou, ik begin sowieso met een hele kleine babykruik. Die is niet voor de baby, maar die is voor mij. Daar kan ik gewoon mee knuffelen. Die kan ik onder mijn rug leggen. Ik denk van dat is tijdens de weeën misschien wel heel fijn als je gewoon een kruik hebt wat warmte brengt. Want warmte is gewoon super chill. Nou, mijn oude badslippers zitten er nog in. Maar ik ga mijn nieuwe badslippers meenemen. Maar mijn oude badslippers zaten er nog in. Maar die gaan er eigenlijk ook uit. Die gaan er ook uit. Haarknipper heb ik erin zitten. Want dat kan je altijd gebruiken. Balsem voor je lippen. Want ik denk ook dat je echt hele droge lippen gaat krijgen door het puffen constant. Genoeg haarelastiekjes. Of course, een borstel. Nog meer snoepjes. Moet even in de andere tas, maar dat maakt niet uit. Nou, voor Joey en mij tandenborstels en tandenpasta. Maar ik heb gewoon zo'n nieuw pak gehaald. Vet dom, kapot van tandenborstels. Maar oké, boeien. Even zien. Nou, ik had deze broek voor na mijn thuis. Voor als ik thuis zou komen, maar die kan dus weg. Nou heb ik sowieso een t-shirt. Dat kan nooit kwaad. Gewoon een extra t-shirt, you never know. Even kijken, een vest heb ik. Gewoon een normaal zwart vest voor mezelf. Nou, een topje heb ik ook voor mezelf. Nog een t-shirt. Een pyjama broek. Ik weet ook niet waarom ik zoveel kleren voor mezelf heb ingepakt. Superdom eigenlijk. Dit kan eigenlijk al weg. Die vest en die t-shirt en die dinges. Want het wordt zo dus. Dit is voor tijdens de bevalling. Zo'n broek, een t-shirt, een top. Want ik dacht van, dat vind ik wel fijn denk ik. En dan mocht ik het nog koud hebben. Want ja, je weet natuurlijk niet, heb ik ook nog een trui. Gewoon een trui die wel over mijn buik past. Dus dat heb ik sowieso. Voor mijn man heb ik twee onderbroeken, sokken, t-shirt, een joggingsbroek, een spijkerbroek en hoe heet dat? Een trui. Dus dat heb ik sowieso voor mijn man. Vind ik ook wel fijn. En dan heb ik sowieso voor mezelf nog warme sokken, enkelsokjes en deze onderbroeken. Dat zijn echt van die grote onderbroeken waar ook echt het kraamverband goed lekker in past. Vond ik ook wel echt ideaal. Nu natuurlijk de spullen voor de baby. Ik heb twee mutsjes. Twee witte mutsjes. Waarvan één de naam op staat. En deze is met die oortjes. Vond ik gewoon super schattig. Dus ja, je weet niet hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven. Dus twee mutsjes. Een dekentje. Het dekentje waar die ingewikkeld wordt. Zodat we hem vast kunnen houden. En dat hij lekker warm blijft. Dan heb ik het eerste pakje. Ik wist niet wat ik wou. Deze vond ik zo leuk. Kijk nou. Deze is toch schattig. Ik vind deze echt leuk. En dan heb ik daar
dit rompertje bij, zodat het een blauw rompertje heeft. Zodat dat gewoon matcht. Vond ik leuk. En dan met een wit mutsje erbovenop. Vond ik leuk. Ik weet ook niet waarom. Of doe ik een blauw mutsje. Ik ga denk ik een blauw mutsje pakken zo. Oh mijn god. Dan heb ik nog een outfitje. En dit is allebei maatje 50. Dan heb ik maatje 56 ook. Voor de zekerheid. Heb ik een boxpakje als maatje 56 en een rompertje. En dit rompertje met een broekje. Ook maatje 56. Want ja, je weet natuurlijk niet hoe groot je baby is en welke maat hij precies aanpast. Dus ik heb gewoon wel wat extra's gepakt. Nou, dan de speentjes. Want ik heb ook speentjes mee uitgekookt. Heb ik al hierin zitten zijn de Bips speentjes van Bips. Dus die heb ik in ieder geval ook mee voor de zekerheid. Omdat ik dacht van, dan kan die ook gelijk een speentje in als die lang moet blijven. En die heb ik ook in een bakje gedaan, zodat dat hygiënisch blijft. Twee sokjes. En een knuffeltje. Dat heb ik allemaal mee voor de baby. Dus dat is allemaal wat ik mee heb. Ik ga proberen tussendoor een beetje te vloggen. Zodat ik jullie mijn bevallingsverhaal ook kan vertellen met beelden. Dat lijkt me echt geweldig. Maar ik weet natuurlijk niet hoe ik me tijdens de inleiding voel. Dit is ook een beetje een video voor mezelf. Zodat ik dat ik dat later terug kan kijken. Dus ja, ik vind het heel apart dat dit echt gewoon de laatste avond is zonder mijn baby. Onze baby. En ik ga even snel sla ik nog door het huis heen alles schoonmaken. Dat als wij morgen of overmorgen thuiskomen van het ziekenhuis, dat alles schoon is. Dat is het sowieso al wel, maar gewoon voor de zekerheid nog meer. Dus ja, ik ga morgenochtend weer even filmen als ik daar zin en tijd in heb. Ik ga zoveel mogelijk proberen te filmen. Het een en ander vertellen wat ik voel en noem het allemaal op. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dan, ik kan niet wachten. Dus in ieder geval alvast heel erg veel kijkplezier naar deze bevallingsvlog video. Wish me luck. En wij zijn er helemaal klaar voor. Nou, dit had niemand verwacht. Dit is in één keer een hele andere wending aan mijn bevallingsvlog. Het is nu half tien. En mijn bevalling is volgens mij begonnen. Oh kut, ik moet deze weetimen. Wacht even. Ik weet niet zo goed hoe ik moet uitleggen wat ik voel. Dit begon een beetje op iets voor negen. Dit gevoel, of nou ja, het eerste gevoel was een heel zwaar gevoel elke keer in mijn onderbuik. Dat kwam en het zakte weer even af. Maar het was echt een zwaar gevoel. Alsof er een baksteen lag daar. Dat zo voelde het. En dat straalde dan een beetje door naar mijn onderrug. En toen dacht ik, ik ga het eens bijhouden. Toen ben ik dus om 9:15 mee begonnen. Dat is ongeveer 1 uur en 10 minuten geleden nu. En toen in één keer werd het wat heftiger. En echt wat kramperiger ook. En soms dan moet ik ook even puffen. Of nou ja, meer goed doorademen. Dus ja, en dat is nou al 1,5 uur zo eigenlijk. Het is best snel gegaan, dat 1,5 uur. Ik ben een beetje door mijn huis heen aan het lopen. En op het moment dat ik loop, voel ik het heel zwaar in mijn baarmoeder. Alsof echt iets zwaars ligt. Maar ja, het ligt op een kind natuurlijk. Mijn man is nu de hond wegbrengen naar mijn opa en oma. Mijn moeder is onderweg. En de verloskundige kan elk moment hier zijn om te kijken hoe het gaat. Het kan natuurlijk nog heel erg lang duren voordat die baby er is. Maar volgens mij is dit wel een begin van mijn bevalling. Dus wie had dat verwacht? Van eigenlijk morgen ingeleid te zouden worden, kan ik misschien toch thuis bevallen. En is de bevalling misschien toch op gang gekomen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Oké, ik heb weer een wee, dus ik ga weer weg. Oké, ik wil even een video opnemen voor jullie. Oh.
Nou, gaat lekker. mijn bevalling is dus officieel begonnen. Ik ben best wel excited. Ik krijg ook echt een adrenaline door me heen van jawel. En ik heb er ook echt nog steeds super veel zin in. Weeën worden heftiger. Ik moet ze ook echt wel wat meer wegpuffen. Mijn moeder is er al. Mijn man heeft net mijn hond weggebracht. Oh, nou komen ze aan. Zeg even hoi. Hallo. Ik ben bezig met mijn bevallingsvlog. Okay. Ik ga nu ook even bevallen. Ga ik? Nee. Nou, we hebben er in ieder geval heel erg veel zin in. De verloskundige die is... Ik wil even jullie ergens neerzetten. Maar de verloskundige is zo net langs geweest. En die heeft aangegeven van ja, dit kan twee kanten op gaan. Of het kan doorzetten. Dan kan het vannacht alleen nog maar heftiger worden. Zoals dat het niet doet, dan moeten we morgen vroeg alsnog om 7 uur in het ziekenhuis zijn. En dan alles wat nu gebeurt is alleen maar mooi meegenomen. Dit ziet er naar uit dat het het begin van het eind is. Dus we zitten heel erg allemaal in... volgens mij zijn we allemaal heel erg vrolijk momenteel. Nu nog. Ik weet niet hoe dat straks gaat. Zoals jullie net konden zien was ik echt even aan het... Aan het constriel van ademhaling. Want ze komen en gaan. En het zijn vooral echt rugweeën. Wat ook best wel weer vervelend is. Omdat op het moment dat de wee komt. Weet ik even niet wat ik moet doen. En weet ik dus niet of ik moet gaan zitten, liggen, staan. Wat ik wel merk is als ik krom ga. Dat ik dat fijn vind. Dus het is vooral krom. Ik hou jullie even op de hoogte tot hoe ver het nog kan. Het bad is nu volgelopen. Dus ik ga straks even lekker in bad. En dan, dan gaan we kijken hoe de avond brengt. Dus tot straks. Het is, hoe laat is het? 3 uur volgens mij. Nou. En de verloskundige. Een job. En de verloskundige was hier om 2:30 voor het laatst. En toen had ik nog maar 3 centimeter ontsluiting. Ja. 2 uur kramp. Ja, we zijn... Voor 0 centimeter meer. We zijn nu 1,5 uur verder en... Nou, de weeën zijn wel echt heftig aan het worden. Ja. Ik heb ook wel echt pijn. Ik was echt heel vermoeid zo straks. Ik heb even wel tussendoor de weeën... kunnen... Dus wat ik wou zeggen, tussendoor de weeën heb ik wel eventjes nog mijn rustmoment kunnen pakken. Dat ik echt even wegdoemelde, maar de weeën komen echt om de 2 à 3 minuten. Dus net op het moment dat je denkt, oh het is echt lekker nu, dan komt er weer een wee. Ik wil zeggen, sinds dat je op bed ligt, ik vind het lekker het langer te duren. Langer te duren? Ja, waarschijnlijk is het gewoon nog veel sneller als dat het eerst was, maar omdat we nou op bed liggen... Lijken die ruimtes er tussen langer te duren. Ja? Ja, het is heel raar. Maar volgens mij is dat gewoon in mijn hoofd. Oh, ik heb, echt, ik heb echt het idee dat het... Juist sneller komt. Maar ze zijn wel echt heftiger nu. Het kutte is dat ik gewoon nog steeds heel veel last heb van rugweeën. En rugweeën zijn gewoon over het algemeen super pijnlijk. Ik heb mijn moeder, die heeft echt net een tijdje lang echt druk gezet achter mijn rug. En mijn heup een beetje zo geduwd, waardoor het best wel fijn was. En het oké was het niet. Maar het was in ieder geval draaglijker dan als er geen druk op wordt gezet. Ik heb een lekker kruikje, die is mama nou weer aan warm maken. Nou, ik vroeg me dus, ik heb me altijd afgevraagd, heb je... soms dan draait die kleine nog. Dat wou ik net zeggen. Ik heb me altijd afgevraagd of je tijdens de wee of tijdens je bevalling de baby nog voelt. En ja, die voel je. Hij was net echt super druk. Dus tijdens een wee is hij ook nog aan het schoppen. Dat is gewoon super naar. En hij kan natuurlijk nog om zijn as draaien. En dat voel je dus echt van binnenuit. Wat ook gewoon echt gewoon vet irritant is. Verder is Joey echt een hele fijne steun. Alleen Joey is ook echt...
moe, laat maar zeggen. Hij heeft natuurlijk ook vandaag de hele dag gewerkt. En dus Joe is een beetje moe. Dus Joe mag lekker slaapje doen. Hij helpt mij heel erg goed. Ik ben heel erg blij. Ik ben ook blij dat ik nog steeds thuis ben. En dat we nog steeds een thuisbevalling hebben. In plaats van dat het uiteindelijk een inleiding is geworden. Dus daar ben ik sowieso heel erg blij mee. Dus ja, dat. Nou, oké. Doei. Hoi. We zijn 3 weken verder. En de video is bij deze onderbroken. Want ik heb verder niet meer echt gevlogd. Omdat de weeën heftiger werden. Dus ik ga mijn verhaal verder vertellen in deze video. Ik heb een baby die een beetje last van krampjes heeft momenteel. Ik heb geen idee wat voor moment hij heeft. Hij huilt nou in één keer heel veel nu ik een video wil opnemen. Deze man huilt nooit. Ik wil een video opnemen om het bevallingsverhaal te vertellen en hij begint met huilen. Dus volgens mij probeert hij met een beetje te dwarsbomen momenteel. Jee, schatje toch. Nou, dus we doen dit verhaal gewoon met Mason op mijn schoot. Net zo leuk. Ja, het laatste stukje van de video was 3 uur 's nachts. Ik zat op 3 centimeter ontsluiting. Moet ik er wel eventjes bij vertellen dat ik in het ziekenhuis die middag ook al op 3 centimeter ontsluiting zat. En mijn weeën begonnen iets voor 9. Dus ik heb toen waren we eigenlijk ondertussen al 7 uur verder bijna. En ik zat nog steeds op 3 centimeter ontsluiting. Dus er was geen vooruitgang geboekt. Helemaal niks. Weeën werden wel heftiger. Kwamen sneller. Bleven langer hangen. Ja, de hele rattenplan. Ik had vooral veel last van rugweeën zoals je hoorde. Op een gegeven moment toen ging de verloskundige naar huis toe. En toen zei ze tegen mij, weet je wat je bent? We spreken morgen vroeg in de ochtend. Rond 4 uur, 4:30 spreken we af. Gaan we even kijken wat de gang van zaken is en gaan we een plan maken. Ik zeg helemaal goed. Nou, ze kwam iets kort over 4:30 of zo kwam ze hier aan. En ik zat nog in bad en de weeën waren zo heftig. Ze zei, Joanne, zullen we eventjes gaan toucheren? Toen zei ik moet echt even in bad blijven zitten, want die rugweeën, ik kan ze niet opvangen zonder het bad. Nou, ik heb denk ik ongeveer 1/2 uurtje over gedaan om het bad uit te gaan, 20 minuten. Uiteindelijk het bad uitgegaan. Toen heeft ze me getoucheerd. En ik zat nog steeds op fucking 3 centimeter ontsluiting. En het was al 4:45. Ja. Nou, de verloskundige. Ik ben zelf niet een persoon die miept. Dus je zult me. Ik heb ook mijn hele zwangerschap niet. Of mijn hele zwangerschap. Mijn hele bevalling niet gezegd. Ik kan niet meer. Toen op dat moment zei ik ook niet. Ik kan niet meer. Maar ik dacht wel van. Oh, dit moet echt niet langer duren. Want ik ben echt moe. Ik was moe. Het was niet zozeer dat ik de pijn zat was. Maar ik was gewoon moe en op. Omdat ik natuurlijk die weken daarvoor. Met mijn zwangerschap gewoon heel slecht sliep. En eigenlijk waar ik heel erg bang voor was, dat ik geen energie zou hebben, dat was eigenlijk ook een klein beetje gebeurd. Omdat die weeën zo lang aanhielden en er nog geen centimeter opgeschoten was, dacht ik, oh, als dit heel lang gaat duren, dan ik weet niet hoe lang ik dit dan volgehouden. En ik wou per se thuis bevallen. Nou, toen kwamen we uiteindelijk tot de oplossing om mijn vliezen te breken in de hoop dat dat vooruitgang zou boeken. Dus toen hebben ze om 4:50 s'nachts. 'S ochtends, wat je het ook, hoe je het ook wil zien, hebben ze mijn vliezen gebroken. En op dat punt, toen ze zeiden van we gaan je vliezen breken, dacht ik echt, oké, ik kan 2 dingen doen. Of ik kan niet zeggen, prima, maar dan wil ik nu naar het ziekenhuis en dan heb ik nog een keuze voor een epidural, voor een ruggenprik. Of ik ben gewoon, ik hou mijn bek dicht en ik ga dit gewoon killen in mijn eigen fucking bed. Toen dacht ik, weet je wat, ik ben nou tot dit punt gekomen, we gaan hem gewoon killen. De reden dat ik dacht, nu nog naar het ziekenhuis voor een rugprik, is omdat ik dacht, ik ben moe. Ik weet niet hoe lang het duurt. De weeën worden nu stukken heftiger, want ze gaan mijn vliezen breken. En ik heb gewoon geen zin om met heftige weeën in die auto te zitten, dus dan moet ik dan voor zijn. Nou, ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Ik ben gewoon thuis gebleven. Toen waren om 5:10 over 5 waren dus mijn vliezen gebroken. Nou, en toen kwamen de echte heftige weeën. Ik zat in een weeënstorm. Ik kan heel eerlijk zeggen, dat denk ik tenminste. Ik heb geen idee waarvoor. Voor mijn gevoel zat ik echt in een weeënstorm. Ik had gewoon constant een wee. En die wee had constant een piek en een daal. Maar je voelde gewoon constant die wee als het ware. Rugweeën waren op een gegeven moment weg. Dat waren echt nog maar buikweeën geworden. Dus toen zei de verloskundige na het vliezen breken. Nou, we blijven even 2 uurtjes beneden zitten. Komen we boven. Kijken we of het wat geholpen heeft. En dan gaan we kijken voor een plan van aanpak opnieuw. Ik zei, nou, dik prima joh. Nou, ik die weeën weggepufft. Joey was zo'n goede hulp. Mijn moeder was zo'n goede hulp. Ik zat helemaal in mijn eigen bubbel op een gegeven moment.
Nou, toen kwamen ze om 6 uur, of om 7 uur, sorry, kwamen ze terug boven. En toen gingen ze mij toucheren. En toen eindelijk zei ze, nou, ze ben je 5 centimeter ontsluiting. Dus 1 centimeter per uur vooruit gegaan. Helemaal blij. Ik dacht, oké, yes, dacht ik. Super. Dus toen zei ze, nou, weet je wat we doen? We komen 10 uur 's morgens komen we terug. Dan zit je ongeveer op de 8 centimeter, 9 centimeter. En dan... Is het bijna zover. En dan komen we in ieder geval om 10 uur 's morgens terug. Ik zeg, helemaal goed, zie ik jullie dan. Ik was helemaal in mijn eigen bubbel, mijn eigen trance. Ik deed helemaal zelf. In het begin had ik echt nog steun aan mijn moeder en Joey. Maar aan het einde zat ik echt op mijn eigen kracht. En voor mijn gevoel deed ik het helemaal zelf. Voor mijn gevoel was alleen ik in die kamer. Voor de rest niemand. Nou, op een gegeven moment, die weeën werden zo heftig. Ik begon over te geven. En toen weer te drinken, want ik had dorst. Toen ging ik weer overgeven. Maar op een gegeven moment dronk ik niet genoeg water. Waardoor ik dus gal... Oh, sorry, mama praat een beetje hard in. Waardoor ik dus gal begon te kotsen. Nou, dat voelde je op dat moment totaal niet, want ik ben helemaal niet meer bezig. Maar ik dacht daarna, oh, kielpijn niet normaal. In ieder geval, toen was om 7 uur zijn ze dus weggegaan, de verloskundige. En om 7:30 voelde ik in de verte persdrang. Ik denk, is dit persdrang? Maar het was heel erg in de verte, maar ik kon het niet echt tegenhouden nog. En het was echt dat ik een druk wou zetten. En dat werd met een minuut heftiger en heftiger en heftiger. En steeds meer persdrang. Op een gegeven moment om 8 uur, ik heb het 30 minuten volgehouden om niks te zeggen. Om 8 uur zei ik tegen Joey, Joey, ik moet poepen, ik moet persen, ik heb persdrang. Joey zegt, dat kan nog niet. Je zit helemaal nog niet op 10 centimeter. Je zit pas op 5, het is 1 centimeter per uur. Ik zeg, Joey, ik zeg, je moet nu de verloskundige bellen. Het komt, ik moet persen nu. En mijn moeder zei, bel de verloskundige. Dus Joey de verloskundige gebeld. En Joey wist helemaal niet uit zijn woorden te komen. Want hij dacht, wat gebeurt mij hier? Dus mijn moeder op de achtergrond. Tenminste, dit is allemaal wat ik heb gehoord. Hè, trouwens. Dit heb ik zelf niet allemaal meegekregen. Maar dit heb ik gehoord. Ze heeft persdrang, je moet nu komen. Ik ben onderweg, zei de verloskundige. Nou, toen was ze hier om. 8:30 was ze hier. Dus ik heb een uur lang. Nou, eigenlijk 1 uur en 1 kwartier heb ik mijn persweeën in moeten houden. Nou, als er iets is wat kut is, zou je persweeën inhouden. Want dat gaat gewoon bijna niet. Nou, en toen om 8:45, toen zei de verloskundige, nou, je mag gaan persen. Hou er rekening mee dat het persen ongeveer 1 uur kan duren. Let goed op mijn stem. Persen wanneer ik zeg persen. Ademen wanneer ik zeg ademen. Helemaal prima. Ik zat helemaal in mijn eigen bubbel en ik had haar een beetje toegevoegd, laat maar zeggen, in die bubbel, zodat ik haar stem wel hoorde. Dus het was alleen de verloskundige en ik in mijn bubbel. Vervolgens kwam de eerste perswee. Nou, pers. Nou, als er iets lekkerder is in die hele fucking bevalling, is het persen. Oh, wat vond ik dat heerlijk. Gewoon lekker laten gaan. Volgens mij heb ik ook gepoept. Boeit allemaal niet. Nou, in ieder geval, ik heb 30 minuten geperst. In totaal zijn het 6 persweeën. Bij mij waren, laat maar zeggen, de persweeën kwamen minder vaak dan de normale weeën. Dus er zaten echt wel ruimtes tussen met persen. Wat ook wel weer heel chill was. Omdat ik in die rustmomenten ook echt mijn rust pakte om mijn kracht weer te pakken. Om de volgende perswee te persen, laat maar zeggen. Volgens mij waren het met 4 keer persen was het hoofd er al... Nee, 5 keer persen was het hoofd eruit. En de 6e perswee, toen vloepte hij eruit. Nou, hier zie je... Een stukje van hoe dat moment was. Ik heb de hele bevalling sowieso gefilmd. Maar dit is het stukje, laat maar zeggen, wat ik jullie laat zien. Want ik ga natuurlijk niet mijn vagina showen met mijn kind eruit. Beetje apart. Nou, ik was helemaal... Je ziet mij ook echt uit een trance ontwaken van... Oh mijn god, ik heb een kind in mijn handen. Wat de fuck is er nou net gebeurd? En als je mij vraagt van... Hoe waren de weeën? Dan kan ik je dat nu ook echt niet meer vertellen. Persweeën kan ik je wel vertellen. Voelt gewoon als poepen. Ik was uitgescheurd. Niet heel heftig gelukkig. Ik was eerst de gratis uitgestuurd. Maar wat verwacht je met een baby van fucking 4 kilo. 41 weken en 1 dag. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. In ieder geval, oh ja, ik was uitgescheurd, eerste graads. Ik heb 5 hechtingen gehad, maar ze zaten verder niet diep of zo. Nou, toen kwam eigenlijk mijn herstel. Dus ik was om 9 uur, kort over 9 's morgens was ik bevallen. Dus ja, die dag heb je gelijk kraamhulp.
Dus super chill, super fijn. Ik werd onder de douche gegooid. Nou ja, niet gegooid, onder de douche gezet. Ik heb mezelf gewassen en ik moet ik heel eerlijk bekennen, op het moment dat je net bent bevallen, je staat niet gelijk op. Ze gaan eerst eventjes je hechten. Nou, dat duurt ongeveer een uurtje bij mij in ieder geval, want ze moesten echt alles goed doen. Ik zei, joh, maak er maar wat boys van. Toen zei ze, nee, je bent, dat gaan we niet doen. We gaan het goed doen, want anders krijg je later spijt. En dan denk je, wat is dit voor ravage? Want ik was er gewoon zo klaar mee. Ik denk, alsjeblieft, rot allemaal op in mijn kamer en laat mij gewoon genieten van mijn zoon. Want er waren echt heel veel mensen in mijn kamer. Echt niet normaal, want ik had de stagiaire verloskundige, de verloskundige, een stagiaire van de kraamhulp, dan de bevallingskraamhulp, die helpt bij het bevallen, mijn moeder, mijn man, mezelf en hij was op een gegeven moment. Dus we zaten met 8 man in 1 kamer, like, tering druk. Nou, uiteindelijk onder de douche, nou, dat je opstaat de eerste keer, dat is hel, dat is niet leuk. Ik had helemaal een benauwd gevoel, kloppend, hartkloppingen, ik kreeg koppijn, het leek bijna of ik flauw viel gewoon. En ik denk dat dat van alle inspanning is en de adrenaline en het in 1 keer opstaan en dan die warme... En dan in 1 keer die warme douche en weet ik wat allemaal. Gaat het goed? Maar ik heb het overleefd. Mijn herstel, nou, ik heb echt een weekje last gehad, maar dat ging echt door hel heen. Ik zeg je heel eerlijk, die hele bevalling is niks bij je herstel. Als mensen mij van tevoren hadden ingelicht hoe het herstel was, had ik me erop voor kunnen bereiden. Ik ben totaal niet in mijn zwangerschap bezig geweest met mijn herstel, waardoor ik mezelf echt ben tegengekomen in die week. Gelukkig mochten op de 5e dag mochten mijn hechtingen er al uit. Ik had meer last van die hechtingen dan die hele uitscheuring. Nou ja, zoals ik zei, het was niet een diepe uitscheur. Dus het was binnen een paar dagen ook alweer aan elkaar gegroeid. Waardoor die hechtingen er gelukkig uit konden. Maar ja, mijn herstel. Ik heb ook een beetje door de kraamtranen natuurlijk. Ben ik echt wel even door een dipje gegaan. Dat ik echt denk, oh, wat heb ik mezelf aangedaan. En ik had zoveel pijn en een drukkend gevoel. Maar na een week was dat alweer heel veel beter. En dacht ik, oh, wat ben ik blij dat ik dit gedaan heb. En ik zou mijn bevalling zo weer opnieuw willen herbeleven. Ik heb zo'n positieve ervaring aan mijn bevalling gehad. En ik heb het zo fijn gehad. De juiste mensen om me heen gehad. En ik heb het gewoon als zoiets moois ervaren. Dat is echt... Ook dat het thuis kon, in mijn eigen bed. Met de juiste mensen om me heen. Mijn stagiaire, verloskundige stagiaire, Pien. Ik ga haar naam nooit meer vergeten. Die heeft mijn zoontje meestal op de wereld gebracht. Nou, ik ben haar eeuwig dankbaar. Want ik heb zoveel hulp en steun aan haar gehad. Ook de laatste weken van mijn bevalling. Van mijn zwangerschap bedoel ik. Ja. Pien heeft jou ter wereld gebracht, hè? Knapperd. Ja. En, nou ja, de kraamhulp. Zo fantastisch. Ik heb zoveel aan die kraamhulp gehad ook. Ik ga hun ook nooit vergeten. Ik heb soms nog steeds contact met ze. Het zijn 3 weken verder en ik praat nog steeds met mijn kraamhulp. Want het zijn gewoon echt lieve mensen. Maar voor iedereen die nog moet bevallen. Of mensen die zwanger willen en die denken van hoe is bevalling. Bevalling is belangrijk om je in te lezen. Maar alsjeblieft. Bereid je ook voor en lees jezelf ook in je herstel. Want ze zeggen 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwangeren. En ik vind zelf, kijk, ik heb nu wat minder nog lasten van. Het gaat hartstikke goed met mij. Ik voel me lekker. Hij is een heerlijk kind. Hij huilt amper. Even afkloppen. Hij is heel snel gewoon verzadigd. Hij is gewoon tevreden snel. Het enige wat hij een beetje vervelend vindt is... Aankleden, verschonen vindt hij niet zo leuk. Maar ik heb gewoon niks met hem te doen. Hij echt niet. Hij knuffelt graag met mama. Hij drinkt heel goed. Mijn borstvoeding komt goed op gang. Ik ga echt van de hak op de tak in deze video. Maar dat maakt helemaal niet uit. Mijn borstvoeding gaat goed op gang. Was eigenlijk in dag 2 al dat ik echt flinke productie had. Nou, de nachten gaan perfect. Hij krijgt om 12 uur voeding, om 3 uur en om 6 uur. Dus ik ben 's nachts eigenlijk maar 1 keer wakker eigenlijk. En 's ochtends vroeg dan, maar ja, de 's ochtends vroeg, dus dat tel ik niet mee. Maar hij is ook zo knap. Hij is knap, hij is lief, hij is mooi. Dat is knap. Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over en mijn bevalling en de newborn phase. Want mensen die al zeiden, de newborn phase is fucking hard. Nou, sorry hoor, maat. Maar ten eerste, ik slaap beter dan dat ik deed toen ik mijn laatste weken zwanger was. Want ik kan op mijn buik liggen.
Ik slaap lekker. Ik heb geen last van mijn ribben meer. Geen last van mijn rug. Geen last van een buik wat in de weg zit. Een kind wat je de hele dag de tering is schopt. Nee, ik zweer het. Die rust die ik nu heb, die nachtrust. Oh, ik zou er een moord voor doen om in mijn zwangerschap zo'n nachtrust te hebben. Ik zweer het je toch. Nou, hij helpt eigenlijk vrij weinig. Hij helpt bijna tot niet. Alleen als je echt te lang wacht met voeden, dan begint hij wel een beetje te krijzen. Maar ja, logisch, als jij honger hebt, word je ook chagrijnig. Nou ja, hij helpt niet als hij een poepluier heeft. Dus ik moet echt elke keer gaan snuffelen. Hij vindt wel prima om in zijn eigen stal te liggen. Jee. Nou, hij houdt van zijn speen. Vindt hij heerlijk ook, zijn speen. Kan ik hem ook echt mee zoet houden. Oh, en dan Joey natuurlijk. Joey is zo goed met hem. Hij is zo... Als ik opnieuw verliefd kon worden, dan is dat gebeurd. Nadat hij vader is geworden. Want ik weet niet. Hij is gewoon in mijn ogen de beste papa ter wereld. Hij heeft mij zo erg geholpen in mijn kraamweek. Hij heeft eigenlijk de eerste paar dagen al zijn luiers gedaan. Omdat ik zelf gewoon bijna niet kon lopen of op mijn benen kon staan. Vanwege die wond daar beneden en vanwege die hechtingen. Dus hij heeft gewoon heel veel zorg de eerste week op zich genomen. Dat ik echt denk van... Oh, als ik alleenstaande moeder was geweest, hoe had je dit in godsnaam gedaan? Dus ik heb echt respect voor de vrouwen die ervoor kiezen om een kind alleen op te voeden. Like, chapeau. Maar hij is echt, hij heeft het huishouden erbij gedaan nadat de kraamhulp weg was. Ja, hij heeft gewoon, en nu ook nog steeds, hij is zo leuk met hem. Kusjes geven, praten met hem. Hij kijkt ook elke keer zo, ja, het is zo bijzonder om... de man, wat eerst je vriend was, 7 jaar samen, in één keer vader te zien worden van jullie kind. Dat is gewoon, nou, ik word er gewoon emotioneel van. Ik weet niet. Het is het mooiste op deze hele fucking aarde wat je mee kan maken met z'n twee. Als je samen in één keer van twee mensen naar twee ouders gaat van iemand. En dat je elkaar dan zo ziet groeien in die rol, dat is gewoon fucking mooi. Hij kan het niet anders verwoorden dan dat het gewoon fucking mooi is. Ja. Nee, ja, ik voel me gewoon verder heel prima. Nou, ik heb mijn extensions weer laten doen. Ik doe mijn wimpers weer. Ik voel me weer goed. Ik draag weer spijkerwolken, strakke t-shirts. Dus al moet ik zeggen dat mijn buikje nog niet helemaal weg is. Maar hey, ik zit op 3 weken postpartum. Morgen 3 weken trouwens. Nog niet eens 3 weken, morgen 3 weken. Maar het gaat gewoon super goed. En... ja, ik ben blij dat ik dit verhaal met jullie heb mogen delen. Ik hoop dat jullie het ook een leuke video vinden. Ik ga hem eventjes neerleggen. Want ik ga zo dadelijk lekker even wandelen naar de HEMA. Want ik heb zin in rookworst. Want we eten vanavond boekenkool. zijn box zit hier ook achter. Hier zie je ook echt alle kaartjes. Wacht, dat is ook echt wel leuk om even te laten zien. Oh, zoveel kaartjes. Wat wel echt een... Wat ik wel erg even aan moet wennen, ik ben echt een schoonmaakmuts en een opruimmuts. En dat gaat niet zo heel goed met een pasgeboren babytje. Daar moet je echt de tijd voor nemen. Nu ook, nu heb ik in deze tijd dat hij nu slaapt, in mijn armen had ik natuurlijk ook even kunnen schoonmaken. Of even eten voor mezelf kunnen maken. Maar dat doe ik dan niet. Ik neem een video op voor jullie, omdat ik eigenlijk al 3 weken in mijn hoofd zit met... Oh, ik moet die bevallingsvideo nog afmaken. Oh, ik kan alleen maar naar hem kijken. Het is echt niet normaal. Knuffelen. Als hij in de box ligt en ik lig hier op de bank, dan mis ik hem al. Nou, ik ga nog eventjes hem in de box leggen dus. En de kinderwagen klaarmaken om een wandeling te maken. Mochten jullie vragen hebben of willen jullie meer weten, laten we vooral weten in de reacties. Vergeet de video niet te liken. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. En bedankt voor het kijken nogmaals. Dan zeggen wij tot ziens. Doei doeg.